belangrijkste awarduitreiking in hun branche. 13 categorieën, 65 nominaties, 1 publieksprijs. En de award voor de beste podcast van Nederland. Het feest voor podcastmakers en fans. Dit zijn de Dutch Podcast Awards 2023. Hier is uw gastheer Donatello Piras. Goedenavond. Goedenavond. Ja, deze mooie maandagavond, 6 november 2023. Van harte welkom hier inderdaad bij de BNR Dutch Podcast Awards. Of is het de Dutch Podcast Awards? Er was van tevoren al discussie over een afgeladen zaal. Op de eerste rij zijn inderdaad nog wel wat plekken, dus kom er vooral bij. En van harte welkom ook iedereen die dat op dit moment vanaf de livestream aan het bekijken heeft. Of natuurlijk live op BNR Nieuwsradio. Welkom natuurlijk alle mensen die de moeite hebben genomen om hier in de zaal te zitten. Voor sommigen is dat fans, voor sommigen moeten dat omdat het hun werk is. En sommige dames en heren zijn de makers die natuurlijk hopen vanavond in de prijzen te vallen. Mijn naam is Donatello Piras en sinds kort weet u, als ik in beeld ben, dan is er goed nieuws te melden. Ja, maar even mijn andere activiteit is dit. Daar komt het. Ja? Ja. De Italië-podcast al 3,5 jaar, samen met Evelien Redmeijer. En we zijn net verhuisd van BNR naar Dag en Nacht Media. Ja, inderdaad. Ja, heel goed. En als goedmakertje mag ik het vanavond presenteren van Mark Adriani. Dus daarom sta ik hier. We doen niet aan optredens vanavond. Dus het is niet zoiets als de televisiering, wat we vanavond ook allerlei Eurovision optredens hebben. Wie vindt dat spijtig? Wie vindt dat goed nieuws? Ja, goed. Dus hebben we een moordend tempo. Want we hebben 15 awards die we gaan weggeven. Uitreiken op een feestelijke manier. En over anderhalf uur staan de mensen die hier zijn aan de bar. Dat is heel goed. En dat is ambitieus. Ja, dat is prima te doen. En de eerste editie van de Dutch Podcast Award was in 2018. En met name deze keer is er veel veranderd. Want er zijn vakprijzen gekomen in plaats van alleen maar stemmen via de fans. Een vakjury is er gekomen. En voor de mensen die al wat jaren meedoen, de categorieën die zijn aangepast. Niet alleen maar het thema, maar het ambacht staat wat centraal. En dan toch even het woord, wie zijn hier makers? Mag ik daar wat handen van zien? Ja, dan zien de mensen thuis ook. Filmmakers, bijzondere groep. Want de meeste van jullie zijn niet alleen maar podcastmaker of zijn niet alleen begonnen als podcastmaker. En zeker in het begin is er voor velen ook geen droog brood alleen maar met podcastmaken te verdienen. Jullie hebben andere professies, banen, journalistiek spelen, zalen vol content, kunst, muziek en meer. En waarom zou je dan die podcast maken? Nou, vanavond zijn er velen vanavond samengekomen omdat dat maken van die podcast nou eenmaal een fantastische roeping is. En daarom zitten jullie hier in de zaal. En de voldoening, en Mark Adriani, de hoofdredacteur van BNR, zei het net ook al, de voldoening die podcast geeft, dat is uniek. Band met de luisteraar, de feedback van die luisteraar is vaak uniek. En het is een groeiend genre, want er zijn miljoenen Nederlanders die er, en ieder jaar komen er meer bij, naar luisteren naar die podcast. En daarom is het heel bijzonder dat jullie hier vanavond zitten. Want er zijn duizenden podcastmakers in heel Nederland, maar vanavond zijn jullie als maker hier vanavond. En dat hebben jullie verdiend, en vandaar dat het eerste applaus van vanavond voor de makers is. En ik zeg het maar even, voor de mensen die het nog niet was opgevallen, BNR organiseert deze verkiezing, maar heeft geen enkele inspraak gehad, nog heeft, op de manier waarop de genomineerden tot stand zijn gekomen en al helemaal niks hoe de winnaar tot stand is gekomen. Dat heeft de vakjury gedaan. Er is wel een heel klein projectteam. Het moet natuurlijk altijd Line Mien die dat in goede banen heeft geleid vanavond. En daarom staan we in deze prachtige zaal. En de juryleden hebben vanavond het laatste woord. En ik doe het vanavond ook niet alleen. Ik ben blij dat mijn collega Carlijn Meinders erbij is. Carlijn gaat er even bij staan, anders denken ze dat. Ja, precies.
Maker van de fantastische rubriek Wetenschap Vandaag. Waar ik altijd doodzenuwachtig van was. Want ik dacht dan altijd, waar komt ze nu weer meer? En als het dan weer over het heelal ging, dan moest ik me keihard inlezen. Overigens ook als podcast en een van de best beluisterde rubrieken Wetenschap Vandaag. En jij gaat vandaag met de zaal en met de makers in gesprek. Dus als Carlijn komt, dan weet je hoe laat het is. We gaan vanavond 15 awards uitreiken. 13 categoriewinnaars. 1 publieksprijs en 1 overall winnaar, oftewel de hoofdprijs vanavond. En dat doen we telkens in blokjes van 3. Voor de winnaar geldt, kom na het bekendmaken, na het high-fiven met elkaar, zo snel mogelijk hier naar voren voor die uitreiking. En om te voorkomen dat jullie je handen helemaal stuk klappen, laten we afspreken, zeker op het moment dat ik de winnaar bekend maak, heel hard klappen, joelen, krijsen enzovoort. Als we afgaan, hoeft dat niet, mag het wel, maar hè, als je het wil sparen, doe het dan vooral op het moment dat we de winnaar bekend maken. Ready? Oké, daar gaan we. En we beginnen, dames en heren, met de eerste categorie. En dat is de categorie Brand Story. De genomineerden in de categorie Brand Story zijn... De verdwenen SS'er. Door de ogen van de koning. Expeditie Oceaan. Groene oren. Koffer 23. Ja, dames en heren. Koffer 23, een miljoenenjacht tijdens een feest in een kasteel. 1 koffer blijkt te ontbreken, dat is koffer nummer 23. De opdrachtgever is de Nationale Postcode Loterij. De verdwenen SS'er, ook genomineerd. Zoektocht naar een mysterieus verdwenen SS-kampcommandant Walter Heinrich van Kamp Amersfoort. Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is daar de opdrachtgever. Door de ogen van de koning, waarin Edwin Evers onze koning interviewt. Opdrachtgever is de RVD. 10 afleveringen op het afgelopen decennium als staatshoofd. De expeditie Oceaan, Freek Vonk, neemt ons mee op expeditie naar verre en diepe uithoeken van de oceaan. En de opdrachtgever daar is Albert Heijn. En tot slot Groene Oren, een podcastserie waarin planten, bomen en dieren uit de Nederlandse natuur als studiogast geïnterviewd worden. De opdrachtgever daar is Staatsbosbeheer. Dan is het tijd voor de eerste uitreiking van vanavond bij de Dutch Podcast Awards in de categorie Brand Story. En de winnaar is... En de winnaar is... Koffer 23. Ja. Kom naar voren. Van harte gefeliciteerd, ja. Zeg ik nog even wat de jury daarvan zei. Een verrassend goed concept met topacteurs en een mooi sounddesign. Je snapt meteen dat de postcode loterij de afzender is. Maar nergens wordt dat irritant. Gewoon heel knap gemaakt. Met een uitroepteken. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Lotte Welmers van Koffer 23. Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk allemaal met een award. Ja, 8 afleveringen. Rechercheur Tycho Gernand. Voor de mensen die het nog nooit van gehoord, waar draait dat verhaal om? Koffertje verdwenen en toen? Ja, het is eigenlijk een soort Cluedo-podcast. Dus je kan helemaal meedoen. Hoe dan het? Ja, eigenlijk dat. Precies ja. Dat. En blik BN'ers opengetrokken. Ik bedoel, van André van Duin tot Tycho Gernand. Je hoort Linda ze allemaal. Linda de Mol, ja. Linda de Mol. Ja, ja, en dat is wel echt credits naar NPL dat je dat voor ons mede mogelijk hebben gemaakt. Ja, en dan is het natuurlijk een categorie, hè, want ja, je maakt een podcast, maar jullie zijn genomineerd en gewonnen in de categorie Brand Story. Dat betekent dat je een verhaal maakt, een podcast, voor een merk. Maar ja, de jury zei het ook al, wat je niet wil, is dat je 100 keer hoort van, ja, nou snappen we het wel, mensen. Dus dat er geen hond luistert. Hoe is jullie dat gelukt om dat te combineren? Eigenlijk hebben we gewoon heel erg nagedacht, hoe moet het verhaal kloppen? Dus hoe zorgen we ervoor dat het 1-op-1 klopt? Hoe zorgen we ervoor dat het echt klopt? Dus een verdwenen koffer, dat is Nationale Postcode Loterij, of dat is miljoenenjacht. En daar is zo goed over nagedacht en hebben we zoveel uren aan besteed. En dan zorg je ervoor dat het 1-op-1 klopt. Dus het is echt geschreven voor deze samenwerking. Ja, en dan win je de award. En dan? Kom. Ja, super ja. Trots. De eenmalig komt er een vervolg. Nou, dit was al een vervolg of dit was al een tweede vorm samenwerking. Vorig jaar hebben we ook een andere soortgelijke puzzelpodcast gemaakt. En wie weet in de toekomst alleen maar meer.
De winnaar in de categorie Brand Story podcast wil ik zeggen. Koffer 23. Groot applaus. Is ook een familie. Ja. Ja, wordt er toch nog een foto gemaakt? Dat mag allemaal naar afloop, dames en heren. Want dan maken we, alle winnaars komen dan hier op het podium om een hele mooie foto te maken. Nou, terwijl er natuurlijk nog gefeliciteerd wordt hier in de zaal, gaan wij door met het bekendmaken van de tweede categorie. En dat is de categorie jeugd. De genomineerden in de categorie jeugd zijn... De Rampnacht. De Spooky Wookie Podcast. Missie Voelspriet. Sarah's Mysteries. Zin in Zeppelin. Ik ben toch ook wel blij dat de categorie jeugd tot nog toe het meest van zich laat horen. Dat geeft de burger moed. Ja. Sarah de Monchy die lost elke aflevering samen met één kind een mysterie op. Gaan over een opa die opeens bijvoorbeeld geen viool meer speelt. Of een verdwenen familiezwaard uit Syrië. En de maker Sarah de Monchy. Dan gaan we naar de Spooky Wookie podcast. Een griezelig grappige podcast. Kinderen vertellen daar hun waargebeurde griezelverhalen. Gesterkt door een ware griezel-expert gaan ze daar op onderzoek uit. De makers Fraulein Angst en Korku Karel. Voelspriet, samen met boswachter Tim en Emily Voelspriet beleven kinderen allerlei spannende en grappige avonturen met Nederlandse insecten en vooral andere kleine beestjes. Tim Hogenbos. De Zin in Zeppelin podcast. Alweer, alles is spannend natuurlijk bij kinderen, voor peuters en voor kleuters. Ideaal voor thuis, lekker, onderweg of onderweg op vakantie. Ingesproken door Soy Kroon. En de Rampnacht. De 12-jarige Janna ontdekt dat haar opa Pieter nog steeds worstelt met een fatale beslissing in de nacht van de watersnoodramp 1953. En ze gaat als een detective op zoek. Dennis Bots, Shirley Gast en Lenny Tamiris zijn daar de makers. En dan gaan we bekendmaken wie heeft deze award gewonnen. En de winnaar is Sarah's Mysteries. Ja, en dan zeg ik nog even wat de jury erover zei. Een format waarin veel klopt. En eentje van de weinigen die er echt in slaagt om kinderen een centrale rol te laten spelen zonder dat dat gemaakt voelt. Het is de simpelheid van het format. Een kind draagt een mysterie aan wat ze samen met Sarah proberen op te lossen. De creativiteit in de uitvoering en een van nature nieuwsgierige host. En dit tezamen leidt tot een steengoed product. Erg knap hoe Sarah moeiteloos de belevingswereld van kinderen lijkt in te stappen. Nou. Prachtig. Ja. Gefeliciteerd, Sarah. Dank je. Je lost dus mysteries op. Zijn er dan mysteries van al die afleveringen die je hebt gemaakt... die je nog steeds bijstaat en zegt, ja, dat was echt fantastisch. Dat mysterie staat me nu nog echt bij. Of twee mysteries waar je meteen aan moet denken. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar waar ik nu aan moet denken is... in het laatste seizoen heb je Sven... en die gaat op zoek naar zijn vakantievriend... En stiekem voor de volwassen luisteraars vind ik dit een queer verhaal... waarin een jongen die nog niet zeker weet waar hij op valt... op zoek is naar zijn allerbeste vriend... maar misschien ook wel daar een beetje verliefd op is. En ja, dat vond ik heel tof om met hem te maken zonder dat hij dat zelf... Zowel voor de kinderen als ook voor de ouders die meeluisteren zitten daar. Ja, dat zijn... Ja. Nou zijn kinderen natuurlijk een eigen doelgroep. En ik weet dat heel veel makers het moeilijk vinden om het te doen. En wat je dan met kinderen gaat doen... is dat je dan ook heel erg op deze manier gaat praten... terwijl dat vooral niet is waar. Dus hoe maak je zo'n product? Ja, je kijkt al van, hou daar in vredesnaam mee op. Waar hou jij als podcastmaker nou rekening mee... om dit ook voor kinderen een mooie podcast te laten zijn? Nou, het moet gewoon heel spannend zijn. Punt. Punt. Het moet gewoon echt heel spannend zijn. Want dan luisteren ze allemaal. Ja. En ja, nee, ja. Maar dan nog, hè, bedoel, je krijgt niet zo'n prachtig jurycommentaar... als je alleen maar denkt, we maken gewoon een heel spannend verhaal. Nee. Dan nog moet dat kind centraal staan. Ja, ik denk... Ik moet denken aan toen ik kind was. Toen had mijn vader net een nieuwe vriendin. En ik was altijd bezig, is die vriendin blijven slapen?
En toen ging ik in de kastjes kijken of ik messen zag. Even, hoe oud was je toen? Ik was toen een jaar of 8, denk ik. Okay. En ik denk dat er zoveel dingen zijn waar kinderen heel nieuwsgierig naar zijn. Bijvoorbeeld, is mijn vader verliefd op een vrouw waar ik niks van weet? En dat kinderen zoveel nieuwsgierigheid hebben. En ik hoop heel erg dat je dat als volwassen persoon serieus moet nemen. Dat er heel veel dingen zijn. Heel veel mensen hier hebben kinderen. Ik weet zeker dat er zoveel dingen zijn waar jullie geen idee van hebben waar je kind mee bezig is. Ik weet niet of dit heel goed nieuws is. Maar, ja, maar neem dat serieus en ga er niet paternalistisch over doen. Want dat is het probleem. Zeker. Dat ouders zeggen, oh schatje, hoe was dat dan? En zo, dat heeft geen zin. Dat ga ik vanaf nu loslaten. Precies. Je mag jezelf nu een award-winnende podcastmaker noemen. Sarah! Dankjewel. En het hele team natuurlijk. Yes. Ja, jullie krijgen straks uitgebreid de tijd om er nog een keer een foto van te maken. Dus dat gaat helemaal goed komen. En elk jaar staan er weer nieuwe mensen op die voor het eerst een podcast maken. Besluiten te maken. En sommigen doen dat zo goed dat ze worden genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Het is tijd voor een nieuwe categorie. De categorie nieuwkomers. De genomineerden in de categorie nieuwkomer zijn... De Ramp met de Phoenix, Joske Meerdink. Carice en Halina, Carice van Houten en Halina Rijn. Mental Health, Marcel Schop. Taalpolitie, Philip Freeriks. Taxioorlog, Sander het Sas. De taalpolitie, Philip Freeriks. Taalofficier Philip Freeriks behandelt ingezonden vragen en aangifte over taal. Van modieuze afkortingen, maar ook bizarre versprekingen. Het nieuwe seizoen wordt gemaakt door Thomas van Luijn. Carice van Houten en Halina Rijn. De podcast Carice en Halina. Het gaat over veel. Ik luister soms mee als mevrouw me heeft opstaan. Daten, afvallen, seks, festivals, hormonen, acteren, pesten. De zin van het bestaan in de breedste zin des woords. En allemaal op een hele mooie humoristische manier gebracht. Dan Joske Meerdink. De Ramp met de Phoenix. Een persoonlijke zoektocht van Joske over de scheepsramp. Ze gaat naar Amerika, waar ze spreekt met nabestaanden en overlevenden. En ze stapt aan boord bij een scheepswrak, hangt er om te zoeken naar die overblijfselen van de Phoenix. Dan gaan we naar de taxioorlog. Sander het Sas. Het is de podcast over de Amsterdamse taxioorlog. 20 jaar na dato durven de betrokken eindelijk dan het hele verhaal te vertellen over wat daar toen gebeurd is. En tot slot Mental Health, Marcel Schop. De Nederlandse podcast over mental health in de muziekindustrie. Gemaakt door 3 vrienden, Marcel, Bart en Dimitri. Wiens vriendschap ontstond door het samen maken van muziek. Zeer uiteenlopend. En er is een winnaar in de categorie nieuwkomer. En daar gaan we nu naartoe. En de winnaar is Sander het Sas, Taxioorlog. Ja, kom naar voren. Kijk eens aan, het hele team. Gefeliciteerd van harte. Dankjewel. Van harte, van harte. Je krijgt nog even een microfoon. Lees ik het jurycommentaar even voor. Wat zegt de jury? Sander het Sas beheerst de kunst van de verhalende journalistiek. In alle afleveringen klinkt zijn oprechte nieuwsgierigheid door. Hij laat de juiste sprekers aan het woord en hij heeft een duidelijk gevoel voor verklanking. Kortom, een journalistieke podcast met spanningsboog. Gefeliciteerd allereerst. Ja. Dankjewel. En je hebt natuurlijk een team meegenomen. Zeker. Want je doet het nooit Want je alleen. Je doet hè? Het niet alleen. Nee, hoort het te zeggen, maar het is natuurlijk ook echt waar. En Wendy zit er ook nog achterin. Die is niet meegekomen, maar die hoort er eigenlijk. Maar dan mag je haar nu noemen, ja. Ja, ja. Wendy Beenakker. Dan toch, Bart, even met de deur in huis. Wat klopt er nou, Sander, van het verhaal dat je deze podcast eerst aan de NPO hebt aangeboden? En zij wilden hem niet. Mag ik blijven staan? Jij mag voor mij blijven. Ja, wat, je maakt hem voor BNR. Voor BNR. Maar je bent journalist sowieso. Ja. En ik weet toevallig... Weet je dat toevallig? Dat jij ook werkt voor de Avrotros. Dat klopt. Ja. Ja. Voor één vandaag. Voor één vandaag. Ja. Heb je hem daar aangeboden? Ik heb hem aangeboden aan Avrotros. Die waren heel enthousiast, zeg ik erbij. Oké. Okay. Maar toen kwam er de NPO. Oh. Want zo werkt dat in Hilversum. Ja. Ja, hoor ik. En toen zei de NPO... Rustig, ja.
En toen? En toen zei de NPO, nou, vinden we niks. En wat gebeurde er toen? Nou, toen was ik boos. Hoe uitte zich dat? Nou, dat uitte zich in het feit dat ik dacht, ik trek me er niks van aan. Ik ga hem toch maken. Dus ik ben hem in eerste instantie in mijn eentje gaan maken. Ik ben gewoon die interviews gaan doen. En op een gegeven moment zijn we dat samen gaan doen met BNR. Ja. En toen, toen kwam hij in maart uit. En toen dacht ik, nou, gelukt. Ja. Toch gelukt. Ja, met dank aan BNR natuurlijk. Maar ja, zeker. Jullie, hè, moet ik natuurlijk ook wel zeggen, ja. En even voor de mensen die denken, ja, die taxioorlog, bedoel, hoe heb je al die oude verhalen weer, heeft het je 20 jaar bezig gehouden? Ja, ik ben als hele jonge verslaggever was ik ter plekke. Hè, dat was op 26 januari 2000, zo oud ben ik inmiddels al. En daar stond ik tussen al die rellende taxichauffeurs. Eén daarvan is Jan den Hartog en die staat hier. Ja, precies. Eén van de hoofdrolspelers. Zeker. In de podcast. En het fascineerde me mateloos. En ik heb al die bandjes de afgelopen jaren op een of andere manier in een doos bewaard. Ik dacht, ja, er moet toch... Er komt ooit nog wel van pas. Het komt toch nog een keer van pas. Nou, dat bleek. En die heb ik allemaal gebruikt. Boze tongen beweren dat er ook nog een vervolg komt. Daar kan ik niks over zeggen, maar ik denk het wel. De winnaar in de categorie nieuwkomer. Sander het zelfs en het team natuurlijk bij de taxioorlog, dames en heren. En nogmaals aan alle winnaars, die krijgen na afloop, als de zaal naar de bar gaat, nog uitgebreid de gelegenheid om hier nog even een hele mooie foto te maken. Om vooral in alle podcastkanalen te delen. En dan gaan we nu naar Carlijn. Carlijn Meinders, wie heb je voor de microfoon? Nou, ik sta hier naast Lars Duursma. Klopt. Van de Communicado's. Genomineerd in de categorie Chatcast Informatief. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ik hoorde nog mensen zeggen van, maar jullie zijn gewoon amusement toch? Maar nee, we zijn echt informatief genomineerd. Ja, precies. Ja, precies. Voor wie het niet weet, waar praten jullie over in deze podcast? Ja, met Victor, die zit hier trouwens ook. Praten we over communicatie, over media, over politiek. En proberen we elke keer een invalshoek te vinden die je niet in de media hoort. Waarbij we hopen dingen te bespreken die je de week daarna wel in de media hoort. Dus op die manier proberen we het over communicatie, media en politiek te hebben. Nou, zijn jullie vaak behoorlijk kritisch? Vind je dat niet? Nou, dat vind ik wel mee. Vinden jullie dat niet? Nou, wij zijn wel kritisch. Maar weet je wat ongemakkelijk is? Ik zie ook allerlei mensen in die zaal zitten. Kom er gewoon bij. Ja, dan, ik heb ze al een keer bekritiseerd. En dat is toch een klein beetje ongemakkelijk. Pijnlijk. Ja, ik zag daar ergens Erik Dijkstra staan. En ik heb hem laatst ook bekritiseerd voor het feit dat hij een wat laag... Ja, maar zie je, hij zit gewoon hiernaast. Kijk, weet je wat het punt is? Kijk, zijn overhemden, die zitten vrij erg open. Dus ik zei van, doe dat nou eens even wat meer dicht, zeg maar. Maar... Maar goed, het is jouw goed recht. Oké, ga zitten. Ja, dat je nog zitten. Ja. Zo is Victor altijd. Ja, dat is prima. Is dat kritische met voorbedachte raden of ontstaat dat gewoon een beetje vanzelf? Nee, we proberen gewoon wel dingen te onderbouwen en dingen te bespreken die we leuk vinden, die we interessant vinden. Dus dit zijn observaties die soms dan Mediacourant en andere media halen, maar proberen we ook in hele inhoudelijke discussies te voeren over de PR-strategie van die gebruikt wordt om de Voice-schandaal dan een beetje uit de media te houden en andere inhoudelijke analyses, juist hoe communicatie en politiek werken. We hebben proberen het soms ook een beetje te koppelen hoor. De afgelopen week hadden we een discussie over wat je nou moet doen als je een ongelooflijk saai verhaal hebt, maar wel graag wil dat dat de media haalt. En zo we kunnen analyseren hoe het Thijs van den Brink gelukt is om met een ongelooflijk saai verhaal toch RTL Boulevard te halen. En nou, dat soort dingen proberen we te analyseren. Van, hoe werkt dat nou? Hoe komt dat nou? En dat soort dingen doen we dus in de Communicado's. Ja, wie het antwoord daarop wil, moet dus even luisteren. Jullie doen dit zonder productiehuis, toch? Klopt, we doen het in eigen beheer. Ook... maakt dat het niet veel moeilijker? Nou, sommige dingen wel, want ik neem het bijvoorbeeld zelf. We nemen het op afstand op en ik neem het dan thuis op de kamer van mijn zoontje. En we hebben dan regelmatig dat we opnieuw moeten beginnen, of een heel segment opnieuw moeten beginnen. Omdat op een gegeven moment zo'n klein jongetje binnenkomt lopen met papa, papa. Dus ik denk dat soort dingen zijn wel anders als je het in eigen beheer opneemt. Maar ja, het biedt ook heel veel mogelijkheden om juist dat te doen waar echt je hart ligt en waar je passie ligt. Ook wel weer een voordeel dus. Ik denk het wel, ja. Heel veel succes vanavond. Dankjewel, ja. Dankjewel. Lars Duursma. Ja. En Lars en Victor zullen nog even geduld moeten hebben, want we gaan eerst naar een andere categorie. En dat is de categorie Chatcast Vermaak. De genomineerden in de categorie Chatcast Vermaak zijn...
Rookworst, de podcast. Carice en Halina. De grote Gwen en Geraldine Show. De Snopcast. Zelfspodcast. Ja, ja. In de chatcast vermaak. Bekende namen, soms minder bekende namen. De grote Gwen en Geraldine Show. Ja, ze nemen elke week een in de maatschappij vooroordeel of een cliché of een statement mee, waar ze dan zelf iets mee te maken hebben gehad. Het vragen naar hun kinderwens bijvoorbeeld. Puur alleen omdat ze vrouwen in de 30 zijn. En maken daar een hele mooie en inderdaad vermakelijke podcast over. Dan gaan we naar Rookworst, de podcast. Van podcast gaat over de verhalen achter hip-hop. Van legendarische formaties zoals de Jeugd van Tegenwoordig, maar ook Samsky en Siggy en Dins, wat hedendaagsere. Maker is Hef, maar die studio die zit helemaal ramvol van deze podcast. Carice en Alina, twee hartsvriendinnen, die bespreken alledaagse beslommeringen. Zoals hoe je kaas uit een pan krijgt, welke film de moeite waard is om te kijken. Maar ook de wat grotere levensvraagden. Gênante angsten komen ook voorbij. En uiteraard zijn de makers Carice van Houten en Halina Rijn. De zelfspodcast van Jaap en Sander, die de wereld en hun leven doornemen. Makers Sander Schimmelpenning en Jaap Sieverts van Rezema. En tot slot de Snopcast, een stoorzender tegen het... Dit moet ik even oplezen. Een stoorzender tegen het egalitaire gesten aan de exuberantie en ode aan de mannen die de bocht uitvliegen. De makers zijn dan ook Jort Kelder en Ivo van Rechter en Altena. Zeer divers. Eén winnaar. En daar gaan we nu naar kijken. En de winnaar is Rookworst, de podcast. Ja, ja, ja. Groot applaus. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt even de microfoon en een award, uiteraard. Niet te vergeten. Dankjewel, dankjewel. Ik lees even voor wat de jury zegt over jouw podcast. Ik ben benieuwd, man. Het is een podcast waarin alle topics bespreekbaar worden gemaakt in een good vibe setting. Het unieke is dat je het gevoel hebt dat je aan tafel zit bij Hef en de gasten die aanschuiven. Er wordt gelachen, maar er wordt ook gediscussieerd. Voor de luisteraar is het een ideale manier om meer te weten te komen over de hip-hop scene en de artiesten die aanschuiven. De prijs is dan ook meer dan terecht en een motivatie om door te gaan met wat ze doen. Ja, top. Ja, toch? Ja. Een podcast over hip-hop. En vervolgens ben ik natuurlijk ook gaan kijken. En toen dacht ik, nou misschien... En ja, jullie hebben ook op YouTube. En ik keek even naar de tijd en ik denk, ik zie het niet goed. 5 uur, man. 6 uurtjes. Non-stop? Ja, niet normaal, man. Met een drankje erbij. Normaal, ja, dat met doe een, jij. Ja, met een drankje erbij, dan kan je veel lullen, zeg ik altijd, man. Ja, maar oké, bij de Italië podcast doen we ook wel eens een wijntje. Maar ja, ik hou het niet 5 uur vol. Hoe doe je dit? Ja, het zijn mensen die waar ik echt oprecht interesse in heb. Ik kies nooit mensen uit. Het is gelukkig iets niet wat gebouwd is op een agenda van iemand anders of van de stroom bijvoorbeeld. Ik mag zelf gelukkig de mensen kiezen waar ik mee praat. En daar heb ik echt heel veel interesse in gewoon. En, en dan gaat het vanzelf. Gaat vanzelf. Maar het wordt nooit saai. Want ik keek laatst weer en toen was net de klassieker geweest. Kun je je die nog herinneren? Ja. Recent heb ik René Vroeger gehad. Dus dat is zeg maar echt voor mij was dat echt een mijlpaal. Ja. Ja, dat hij bij jou in de... Dat hij bij ons gewoon tussen al de wietrook en alle Hennessy lucht zit. Dat vind ik heel mooi, man. En je hebt een heel groot bereik. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat het altijd gaat om echte dingen maken. Niet iets maken wat... heel mijn team zit allemaal achterin daar zo. En waar staat je team? Waar is je team eigenlijk? Ja, achterin. Ja. Achterin zijn allemaal... Zo. Ja, oké, daar. Ja. Ja. En wat hun hebben elke week stress over welke gasten komt. En soms kom ik echt last minute, de laatste uurtje. Kan ik nog een gast verzinnen of zo. En ik geloof gewoon in echte dingen maken. En niet dingen maken omdat het moet of omdat de stroom zeg maar iets wilt hebben of zo. En het is dan, het heet Rookworst, het gaat over hiphop, maar als het over de klassieker kan gaan, 15 minuten lang, dan gaat het gewoon even over voetbal, toch? Precies, dan lullen we daar gewoon even over, man. Of over politiek of over whatever. Whatever wat aan is gewoon, daar gaan we gewoon over praten. En ja. Ik vind het gewoon leuk om mensen hun meningen te weten, want iedereen maakt muziek. En als je muziek maakt, dan dat is meestal een momentopname, zeg ik altijd. En wat je gisteren dacht, dat is niet per se wat je vandaag dacht. Nee. Wat je vandaag denkt. Klopt. En ik wil gewoon elke dag je mening weten, man. Wat denk je vandaag over dit? En gaan we over lullen.
Tot slot, de naam, waar komt die vandaan? Ja, eigenlijk hebben we de naam ook bedacht tijdens de eerste podcast. Het is eigenlijk allemaal begonnen met, ja, heel raar om te zeggen, mijn moeder was overleden. Okay. En ik wou het eigenlijk niet vertellen aan het primeur niet geven aan een andere media outlet of whatever. En toen had ik Rookworst bedacht. En daar zijn we gewoon gaan praten. En toen hebben we ook de naam bedacht tijdens de Rookworst, of tijdens de podcast. En dat werd de Rookworst. Soms kunnen denken. Ja. En dan toch briljant uitpakken. En vanaf dat moment heb je het gehouden. En je hebt nu een Dutch Podcast Award gewonnen. Ja, dank jullie wel, man. Top. Gefeliciteerd, man. Het van Rookworst, de podcast. En hopelijk zien we hem ergens in de studio de volgende aflevering terug. Dan gaan we naar de volgende categorie. En dat is de categorie verhalend. De genomineerden in de categorie verhalend zijn... Boven water. De gestolen schilderijen van Jopie Huisman. De jurk en het scheepswrak. Er is iets vreemds gebeurd. Het nieuwe geld. Ja, we horen een beetje waar ze allemaal zitten. Boven water onderzoekt de risico's die Nederland loopt op het gebied van extreem weer, uiteraard, door klimaatverandering. Maarten Dallinga en Floor Boon. Er is iets vreemds gebeurd, waarin waar gebeurde paranormale ervaringen centraal staan. Met anekdotes zonder al te veel sensatiezucht. Tom Hofland en Pascal van Hulst. De jurk en het scheepswrak. Deze wetenschapdetective, vijfdelig, draait het om het 17e eeuwse scheepswrak bij Texel. En er wordt een spectaculaire jurk gevonden. Tjitske Muze en Arnold van Brugge zijn de makers van deze podcast. Het nieuwe geld, tweede seizoen alweer. Een zoektocht door de financiële sector verteld. Door de ogen van een financiële leek. Hoe loopt ons geld door de economie? Wat zien we wel, wat zien we niet? En hoe toekomstbestendig zijn onze financiële instellingen eigenlijk? Rijn-Jan Prakke is de maker. En de gestolen schilderijen van Jopie Huisman... Op 14 juli 1984 worden drie schilderijen gestolen van de Friese schilder Jopie Huisman. En er gaan verhalen dat Huisman voorafgaand aan de tentoonstelling zou zijn gewaarschuwd. Simon Heijmans en Marion Oskamp zijn de makers. En de winnaar gaan we nu bekendmaken. En de winnaar is de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Van harte. Je krijgt een award. Ja? Wat leuk. Ja. Gefeliciteerd allereerst. Dankjewel. Ja. Ik moet er een toevoegen. Soms krijg ik nog wat extra dingen mee. Het was close ditmaal. Het ging tussen deze podcast en de jurk en het scheepswrak. Nee. Ja. 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 Dus soms... Ja. En jij staat er. Je bent geen onbekende. 2019, een belangrijk jaar voor jou? Dat is wel een jaar wat veel veranderd heeft. Toen wonnen we ook met De Brand in het Landhuis. Dat we ook samen maakten. Ja, dan zou je kunnen zeggen... je hebt een neusje voor het maken van goede podcast. Wat is wat jou betreft, als er nu jonge podcastmakers kijken... die jou horen, jou zien, twee keer een award inmiddels. Wat is het geheim van een goede podcast? Dat moet je eigenlijk aan haar vragen. Zij heeft ook een enorme neus. Maar ik denk wat Hefnet ook zei, echte dingen maken. Dat klopt heel erg. En zorgen dat het spannend is. Wat Sarah noemde. Ja. Nou, het komt allemaal samen. Echte dingen maken en het moet spannend zijn. Dan denken sommige mensen nu, ik maak niets mee wat spannend is. En echt is ook een beetje eng. En dan net zo lang aan die boom schudden... tot je toch begrijpt, er ontwikkelt zich toch iets. In aflevering 1 gebeurt echt niet hetzelfde als wat er in 3 voorstaat. Ja. Je wint in de categorie verhalend. In hoeverre was je altijd al een goede verhalenverteller? ik heb de theaterschool gedaan, dus ik ben opgeleid als acteur. Ik denk daar veel over na hoe je een verhaal zo goed mogelijk vertelt. En ik vind de podcast daar een geweldig medium voor. Waarom? Omdat ik het helemaal zelf kan bouwen. Dus in
echte verhaal. Het zou heel egoïstisch kunnen klinken, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, maar omdat je... Ik doe de montage zelf. Ik overleg met Marion over wat we gaan doen. Maar van A tot Z heb ik elke seconde wel 100 keer over nagedacht. En dat kan dan gelukkig leiden tot iets wat enorm gewaardeerd wordt. Ja, als je hem al een keer gewonnen hebt, is het dan zelf nog steeds belangrijk om dit soort prijzen te winnen? Dit keer door een vakjury, hè? Ja, ik ben nu aan het monteren aan een nieuwe podcast. Ah. En ik heb in mijn werkkamer een plekje waar de vorige staat. En ik moet bekennen dat ik toch af en toe, als ik denk, nou, dit wordt helemaal niks, dan kijk ik heel even zo schuin naar het plankje. En dan denk ik, ja, misschien komt het dan toch weer goed. Ik zet deze erbij. Nogmaals een grote aanmoediging en van harte gefeliciteerd. Geef hem een groot applaus, dames en heren. De winnaar. En daar hoort een certificaat bij. Ja, Simon Heijmans. Hij won dus al een keer de award voor de beste podcast van Nederland. De tweede prijs alweer te pakken. En misschien komt er later vanavond nog eentje bij. Want je maakt als categoriewinnaar allemaal tot nu toe en straks ook kans op die andere grote prijs. De hoofdprijs eigenlijk van vanavond. De beste podcast van 2023. Dan zijn we aangekomen bij een nieuwe categorie. En dat is die van een goed gesprek, oftewel interview. De genomineerden in de categorie Het Interview zijn De Liefde van Nu. Door de ogen van de koning. Druk in het hoofd van kampioenen. Met Groenteman in de kast. Schotschrift. Ja. Druk in het hoofd van kampioenen. Hoe gaan kampioenen om met die mentale druk die hoort bij topsport op het allerhoogste niveau? Met onder andere Suzanne Schulting, Henk Grol, Femke Heemskerk en alle andere topsporters die we kennen. Erik Dijkstra en Tom Zwanenburg zijn daar de makers van. Schotschrift. Columnisten dragen een stuk voor en host Willem legt de opinie-elite het vuur aan de schenen. Willem Treur is daar de maker. Door de ogen van de koning. Vanuit de werkkamer in Paleis Huis den Bosch blikt het staatshoofd, oftewel koning Willem-Alexander, in 10 afleveringen terug op het afgelopen decennium. Geïnterviewd door Edwin Evers. De liefde van nu. Mensen vertellen over een persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap en alles wat daartussen is. Makers Corine Kolen en Mona de Brouwer. En met Groenteman in de kast. En hier moet ik bij zeggen dat we op dit moment live te zien zijn op NPO 3. Want ze zijn nu bezig, Van Roosmalen en Groenteman. En ze volgen daar in de studio deze awarduitreiking. Uiteraard om te zien of Gijs die award gaat winnen. Met Groenteman in de kast. Hij gaat iedere week in gesprek met iemand die hem op de een of andere manier heeft verwonderd of is opgevallen. En uiteraard is de maker Gijs Groenteman. Voor live televisie moet ik niet te lang wachten. De award voor de beste interviewpodcast gaat naar... En de winnaar is De Liefde van Nu. Ja, en helaas Gijs, maar er komt natuurlijk zometeen een herkansing bij de categorie Dagelijkse Podcast. Dus blijf vooral nog even hangen daar bij NPO 3. De jury zegt over De Liefde van Nu het volgende. Al jaren brengt Corine Kolen in kaart hoe wij in Nederland omgaan met relaties. Dat doet ze met een open vizier, zonder oordeel en een oprechte nieuwsgierigheid naar menselijke drijfveren. De veilige omgeving die ze daarmee weet te creëren leidt bijna zonder uitzondering tot gedenkwaardige interviews. Interessant vanuit sociologisch perspectief, maar ook zeker op individueel niveau herkenbaar. Nou, dankjewel. Ja, en laat ik daar maar eens mee beginnen. Want degene die jouw podcast kennen, en misschien kenden ze alleen maar het geschreven werk, maar gaan dan luisteren. Mensen stellen zich echt heel kwetsbaar bij jou op. Vertellen soms hun diepste geheimen. Ik heb soms de indruk zelfs dat ze dat voor de eerste keer daar vertellen op zo'n manier. Ja, dan wil ik toch heel graag weten, hoe krijg je het voor elkaar om dat te doen? Ik bedoel, heb je een heel ritueel? Is het de vraagstelling? Wat is het geheim? Doorzeuren. Je moet eindeloos doorvragen. Mona weet het. Mona die is de editor. En ik neem een uur op. En zij weet hoe ik doorzeur. Je weet het misschien wel beter dan ik. Ten eerste gaat het natuurlijk om dat onbevooroordeeld interviewen. Ja. En het klinkt als een enorme open deur.
Maar het gebeurt eigenlijk veel te weinig. En ja, op het moment dat jij, dat mensen die tegenover je zitten voelen dat jij geen oordeel hebt, dan zijn mensen ook veel opener. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja, je stelt ook ongelooflijk veel open vragen. En wat gebeurde er toen? Ik bedoel, dat kan een gesprek kan volgens mij totaal ontsporen, maar nee. Ja, maar ik onderbreek ook wel als het de verkeerde kant op gaat. Ja, dat horen wij dan niet. Nee, precies. Dat is dan jouw werk, om dat zo goed mogelijk. Ja, maar ik vind het ook wel belangrijk om dat even te melden. Dat een podcast zoals ik maak, die maak je niet in je eentje. Dat is gewoon, de editor heeft daar een enorme grote rol in. En zonder Mona was het er echt niet geweest op deze manier. Nou, dat is, ik denk terecht dat je het zegt en ook heel chic dat je het zegt. En niet alleen Mona, maar alle editors en sound designers en alle anderen in de zaal. Want die zijn ongelooflijk belangrijk. Als ik jou... Voor mensen die nog nooit een aflevering hebben gehoord. Welke zouden we moeten beluisteren? Nou, welke denk jij? Misschien ons seizoens... degene die op 6 september werd gepubliceerd. Van dit jaar? Ook na de zomerstop. Waarbij een man die al zijn hele leven in een rolstoel zit, vertelt hoe het is om de liefde en seksualiteit te ervaren en te ontdekken. Ja. En hij krijgt uiteindelijk een relatie met een prostituee. En dan denk jij, oeh, dat is een beetje plat. Maar hij vertelt er zo ontzettend mooi over. Ja. En zo ja, gevoelig. Echt heel erg mooi. Ja. Luisteren. Nou ja, jullie hebben een award. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En ik denk dat ik namens Vederspreek blijf er zoveel mogelijk maken. Dankjewel. Super. Goeie. Dankjewel. En of ze nog steeds meekijken, ik weet het niet. Maar volgens mij zou dat zomaar kunnen. Want we gaan naar de volgende categorie. En dat is de categorie De Dagelijkse Podcast. De genomineerden in de categorie Dagelijks zijn... Boekenstein en De Wijk. De Dag. FD Dagkoers. NRC Vandaag. Weer een dag. Zou het dan nu? Weer een dag. Van Roosmalen Groenteman belken elke dag met elkaar en praten ons bij over de dagelijkse actualiteit. In 12 minuten, wat natuurlijk een totale farce is, want het heeft nog nooit 12 minuten geduurd, nemen ze het nieuws door, maar klagen tussendoor ook over het leven. Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman zijn de makers. Boekenstein en De Wijk. Ja, insights, grote geopolitieke veranderingen van onze tijd worden op een prachtige manier aandacht gegeven en geduid. En extra aandacht uiteraard voor de oorlog in Oekraïne en... helaas sinds kort ook Israël en Palestina. Makers Hugo Reitsma, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. FD Dagkoers. Dagelijks portie financieel-economisch nieuws. Belangrijk. Met heel veel zeer kundigen. En dat zijn er veel daar. Journalisten van het FD die het nieuws daar duiden. En de maker daarvan is Paulientse Wuster. NRC Vandaag. Elke dag een ander nieuwsverhaal. Als reportage, achtergrond bij een nieuwsverhaal of duiding van een bepaald fenomeen. Makers zijn Floor Boon, Egbert Kalsen en Gabriella Ader. En De Dag. 20 minuten verdieping bij één onderwerp uit het nieuws. Elisabeth Steins en Marco Geitenbeek zijn daar de makers. En wie is dan de winnaar? In de categorie Dagelijks. Daar gaan we nu naar kijken. En de winnaar is NRC Vandaag. Ja, en terwijl de hele NRC-redactie op het podium komt. Het is er natuurlijk van harte gegund. Is er één die de microfoon mag krijgen? Ja, heel goed. Dankjewel. Mag jij even staan? Ja, jongens. Ik hoop dat het in de studio van Marcel en Gijs een beetje draaglijk is daar. De jury zegt over deze podcast, over NRC Vandaag. Het is alles wat je wil van een dagelijkse podcast. Actuele onderwerpen in een snel format. En alle afleveringen zitten goed in elkaar. De stemmen klinken fijn. Het is een betrouwbaar medium. Als je op zoek bent naar iets meer verdieping bij de dagelijkse actualiteit. Complimenten aan de makers en de redactie. Nou, alsof jullie het wisten, want daar staan ze dan. Ja, elke dag één verhaal. Terwijl je een
krant volmaakt, een papieren krant. Je maakt een online. En dan moet je een keuze maken. Ik bedoel, is dat niet gewoon al het grootste gedeelte van het werk? De ruzie? Ja, dat is, zeker. Ja, dat klonk heel goed. Nee, ja, dat is een grote keuze. We moeten je mag iets dichter bij de mond zijn er veel mensen die naar ons toe komen met een goed verhaal. We kunnen van tevoren veel al afschieten. Omdat gewoon, zeg maar, niet. We willen natuurlijk de audio ook hebben. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk te weinig verhalen die ook echt de geluiden hebben opgenomen. De journalisten moeten zelf op pad die geluiden meenemen. En het is dus moeilijk kiezen. Ze vechten ook voor ons. Ja. Hoor, en wat is dan, want je zit, je staat hier ook heel fijn zo met zo'n hele redactie. En ik kan me dat gesprek levendig voorstellen. Wat is, bedoel, wat wil je dan uiteindelijk dat die luisteraar van de podcast vandaag weer... wil je dat ze iets meer weten? Wil je dat ze iets snappen? Wil je dat ze... Wat is jullie drive? Onze drive is eigenlijk dat je uiteindelijk binnen 20 minuten een verhaal... Je krijgt elke dag zoveel nieuws binnen via... Ja? Het journaal, via de radio. Alles komt heel snel en heel veel. En wij kiezen eigenlijk één verhaal uit waar wij denken... die kunnen wij goed vertellen in 20 minuten. Helemaal rondmaken. En dat je dan ook snapt wat er gebeurt. Dat is het belangrijkste. Als het zo onrustig is in de wereld... Hè, met de collega's van Boekestein en de Wijk... zei ik het al, geopolitieke duiding is belangrijk. Maar ja, dat moet helaas, omdat het op heel veel plekken misgaat. Maakt dat het voor jullie... makkelijker, want er is meer urgentie? Of is het juist moeilijker omdat dat het nieuws beheerst? Ja, dat is dubbel. Het is moeilijker, maar het geeft ook heel veel drive. Ik kom zelf van BNR ook af. En dan was als er iets groots gebeurde... dan ging je meteen heel hard aan het werk. De adrenaline gaat stromen en dat hebben we nu ook. Zeg maar, als we nu snel om moeten... dat gebeurt niet op een zondag. Als er op zaterdag iets gebeurt zoals met Israël... dan ga je iedereen bellen en dan kan er iemand komen. Normaal hebben we 3 dagen voorbereidingstijd... en dan kan er ook wel een beetje een soort... sloomheid inkomen. En dan als dat gebeurt, dan gaat iedereen aan. En dat is natuurlijk moeilijker. Want moet het... Dus het helpt aan de ene kant wel? Het helpt wel, maar het is ook moeilijker. Maar jullie hebben het over totaal andere dingen ook natuurlijk. Omdat jullie dat... Ja. Wordt, okay. Minder uitgebreid. En nu, awardwinner. Ja. Waar gaat hij staan morgenochtend? Redactie. Op de redactie, op de redactiekast. Maak er een mooie foto van, zou ik zeggen. Dat gaan we doen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. NFC, dames en heren. Ja... En dan gaan wij, Carlijn, van podcastmaker naar iemand die als tv-maker het podcast ook heeft ontdekt. Erik Dijkstra staat hier naast mij. Ik wou je eerst even de gelegenheid geven om wat te reageren over het bloesje. Misschien heb je daar nog iets over te zeggen. Kijk, Herman Brood zei altijd als er maar over je gepraat wordt... Maar in dit geval is het zo dat ik moest ontzettend lachen om die podcast. Maar Victor en Lars die zeiden dat ik dat bewust in beeld deed om een eigen talkshow te krijgen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik zie er juist altijd privé zo uit. Dus dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met... Eigenlijk gewoon altijd. Eigenlijk altijd, ja. Ja. 2 nominaties vanavond. Ja. Het kan dus nog. Ja. Maar ja, toch... Nee, ja, het klopt. Het kan nog. Spannend. Ja, spannend. Even over druk. Dat gaat over de mentale druk die topsporters ervaren. Is er 1 aflevering die op jou de meeste indruk heeft gemaakt? Ik maak al best wel lang radio en tv. En ik merkte dat het eerste interview dat ik deed voor deze podcast... was met Femke Heemskerk. Dat is een zwemster. En die had een aantal jaren geleden zwom ze op het WK. Ergens in het Midden-Oosten was dat. En toen was ze de grote favoriet. Toen viel ze door de mand. En toen zei ze na afloop in een interview... dat ze last had van demonen in haar hoofd. En dat is toen waar ik met mijn gewaardeerde collega Frank... eigenlijk best wel vaak om heb gelachen. Ook wel eens tegen haar grappen over heb gemaakt. En dat, wij waren niet de enige journalisten, maar we deden dat wel. En ik merkte toen ik langer met haar sprak... dat ik voelde, omdat ik wat langer interviewde... dat ik ook iets meer van mezelf durfde te geven. Dat ik eigenlijk tegen haar zei... ik vind het eigenlijk best wel vervelend dat ik dat heb gedaan. En dat spijt me. En ik merkte dat ik op die manier ook iets meer van mezelf in kon leggen. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van... goh, dit is best wel een genre wat eigenlijk best wel bij mij past. Dat daar ook ruimte voor is. Ja, dat je hebt toch op een of andere manier meer diepgang... dan je op tv bijvoorbeeld normaal hebt. Ja, dat wou ik vragen, hè? Want je maakt natuurlijk ook televisie. Dat kan dus beter in podcast dan in televisie. Ja, vind ik wel. Je bent toch minder gebonden aan mensen die in je oor schreeuwen... en tijden en dit kan niet en dat kan niet. En dan is het niet zo heel erg of het nou 40 minuten duurt of 43. Is podcast, mag dat ook wat echter, wat rauwer zijn, wat minder geëdit misschien? Ja, dat is wel de kracht van een podcast, vind ik. En ik werk mee nog een podcast met Frank, hè. Dat is de Bureau Sport podcast. En zoals een singeltje ook 2 kanten heeft, is dat de wat ordinairdere kant.
Heel eerlijk, heel eerlijk. Ja, ik vertel het zoals het is, Carlijn. Ja. Genomineerd, hè, ook vanavond. Dus wie weet. Ook, dat is genomineerd, ja. Bureau Sport ook. Ja. Heel veel succes, dankjewel. Erik Dijkstra. Jij bedankt. Ja, dan zijn we over de helft. Zo snel gaat het alweer. Tijd voor de categorie journalistiek. De genomineerden in de categorie journalistiek zijn... De Koep van Qatar. De gestolen kinderen. Dit kan geen toeval zijn. Het geheim van Mallorca. Niet van de wereld. Niet van de wereld, journalist Maarten Dallinga. Die dook maandenlang in de wereld, ook misschien de wereld waar hij vroeger is, dat de wereld van de reformatorische christenen op de Gelderse Bijbelbelt. Maker Maarten Dallinga van Omroep Gelderland. De Koep van Qatar. Hoe is het Qatar nou gelukt om het WK voetbal binnen te halen? De podcast onderzoekt de machtsgreep van de golfstaten in de machtige voetbalwereld. Wat willen de regimes eigenlijk bereiken? Gabrielle Adair en Joris Kooijman van NRC zijn de makers. De gestolen kinderen. Trouwjournalist Petra Visser zoekt de waarheid achter het schimmige adoptieverhaal van Mirjam. Ze werd geadopteerd in 1972 uit Chili en ze zoekt al tientallen jaren naar de waarheid over haar afkomst. Makers Petra Visser en Daan Hofstee. Het geheim van Mallorca. De eerste true crime podcast van nu.nl over het verhaal rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Joris Peters, de maker. En dit kan geen toeval zijn. Bart staat op het vliegveld van Madrid te wachten, wordt uit de rij gehaald en naar een leeg vliegtuig gebracht. En de uren die dan volgen zetten zijn leven op zijn kop. Huip Modderkolk van de Volkskrant is de maker. En de winnaar in deze spannende categorie gaan we nu horen. En de winnaar is het geheim van Mallorca. Van harte. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, ik krijg het eerste award in je handen. Ja, de winnaar is het geheim van Mallorca. En hier moest de jury lang vergaderen trouwens. Eventjes toch een beetje gelekt uit het juryberaad. En het ging uiteraard tussen deze podcast en Niet van de Wereld. Ja, je weet eigenlijk ook niet of je dit wil weten. Had het maar niet gezegd. Ja. De jury zei het volgende. Juist door de journalistieke afstand die Joris schept, waar hij zich niet mee laat slepen door vals sentiment of het opkloppen of aandikken van die toch al gruwelijke feiten, maakt dat het verhaal echt binnenkomt, ook emotioneert. Zijn onderzoek gaf Carlo een gezicht, het verhaal veel meer inhoud en achtergrond, en het is terecht één van de beste podcasts die er dit jaar zijn gemaakt. Oké. Okay. Ja, één van de vele. Dus er is godzijdank nog ruimte voor ons anderen. Maar ja, je vertelt het verhaal over de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Is er dan nog, als je er zo diep in draait, word je dan nog verbaasd door feiten, door dingen die je te weten komt tijdens het maken van deze podcast? Ja, absoluut. Ja, verbaasd omdat wat er gebeurd is, maar ook wel, het zet je heel erg aan het denken. Dus ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest uiteraard, ben ook op stap geweest. Ik heb nooit gevochten, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Het had kunnen? Het had zomaar kunnen gebeuren, want ik ben ook wel een beetje stoer jongen geweest. En, je komt andere groepjes tegen en wie weet raak je wel in een gevecht. Dus in zoverre kon ik het allemaal volgen. Maar niet het geweld wordt er toegepast. En dan krijg je het moment van de rechtszaken. Dan is eigenlijk het moment, oké, weet je wat? We moeten het met z'n allen erover hebben. En dan moet gewoon het verhaal naar boven komen. En dan sluiten we het af. Maar er zijn natuurlijk hele andere dynamieken. En ja, en dat heeft me absoluut verbaasd. Ja. Had je van tevoren voor ogen hoe je het wilde brengen? Nee. Nee, ja, weet je. Het is de eerste podcast die ik heb gemaakt. Dus ik heb heel veel aan David gehad en ik heb heel veel aan Frank gehad. Maar misschien was dat ook wel de kracht. We zijn het gewoon gaan doen. We wisten welk verhaal we wilden vertellen. En we gaan gewoon beginnen. En hoe begin je dan? Want ja,
Succes. Dan gaan we naar Mallorca en dan gaan we kijken wat er is gebeurd. En dan gaan we proberen mensen te spreken die het zelf hebben meegemaakt, die erbij zijn geweest. Nou, toen kwamen we al snel Arie tegen en toen wisten we, Arie moeten we hebben. Ja. Dus daar hebben we heel veel moeite in gestoken. En dat lukte. En toen kregen we nog meer mensen te spreken. En die wilden ook, en ik denk dat dat dan helpt, dat mensen waren dus blijkbaar bereid om hun verhaal aan ons te doen. Nou, dat was echt heel bijzonder. En dan ben je zelf maker, dus je zit midden in dat proces. Wanneer is het eerste moment dat je nog weet dat je dacht, ja, wij gaan echt een hele mooie, of die goed is of die in de award, dat is natuurlijk allemaal niet relevant. Maar voor jullie, ja, dit is een hele mooie podcast. Dat was voor mij het moment dat ik de trailer hoorde. Dus dat was, ik wist wel dat de gesprekken gingen wel verder prima. Hoewel ik trouwens al veel foutjes maakte. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar toen hoorde ik het in combinatie met muziek. En toen dacht ik, wow, dit is echt wel, dit is, hier dus zou ik zelf ook naar luisteren. Ja, doe het maar even. Design. Ja, 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 absoluut. Toen dacht je, hey, dit klinkt best wel een goede podcast. Ja, dit is best wel een goede podcast. En, de gesprekken en dan, en blijkbaar levert het dan dit op. En nu heb je hem. En nu hebben we hem. Nu.nl en de makers. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. Jawel. Het geheim van Mallorca. Je mag hem alleen gegeven. En je krijgt nog een mooie certificaat. Ja, de award voor de beste journalistieke podcast 2023 is het geheim van Mallorca. Het is jullie uiteraard van harte gegund. Tijd voor een categorie waarin is gekeken hoe creatief makers nou zijn met nieuwe vormen van podcasten. En dan noem je die natuurlijk vernieuwing. De genomineerden in de categorie vernieuwing zijn Alledaagse Vragen, De Vrouw met 1000 Gezichten, Keihard Klassiek, Nagasaki, Voorheen Schaamteloos Randstedelijk. Ja, ook nogal gemêleerd allemaal. De Vrouw met 1000 Gezichten. Tim, die reist naar Kazigië, u weet wel, om contact te leggen met een mysterieuze rebellenleider die bekend staat als de man met 1000 gezichten. Hij raakt vermist en een jonge Nederlandse hacker gaat op onderzoek uit. Lex Notenboom, WPG Studios. Nagasaki, het Duitse meisje Franka, is in Nagasaki als in 1945 de atoombom ontploft en haar familie wegvaagt. In shock gaat ze op zoek naar een Japans meisje uit haar buurt. Birgit Wenning, sounddesign, Morten Brogaard en Birgit de Priester zijn de stemmen in deze podcast. Een pubquiz als podcast bij Alledaagse Vragen. Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dan de podcast Keihard Klassiek. Jan van Poppel bespreekt samen met een componist hoe diegene een nieuwe draai geeft aan klassieke muziek die we immers al heel lang kennen. Jan van Poppel en Maarten van Wijk. En Voorheen Schaamteloos Randstedelijk. Over havermelk, natuurwijn en vliegschaamte. Maar vooral een podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Doortje Smithuizen en Perre van den Brink. Prachtige podcast allemaal, stuk voor stuk. De winnaar is, gaan we nu horen. En de winnaar is De Vrouw met 1000 Gezichten. Maarten, daar komt hij. De award. Ja. Ja. De jury heeft er ook nog iets over gezegd. Het concept is vernieuwend, zorgt voor een koppeling met de arena van een populair boek. Al met al een waanzinnig concept dat uitstekend is uitgevoerd en waarvoor de makers alle lof verdienen. Mooi. Ja. Wat is er waar dat je een goed betaalde baan opzij om dit project te starten? Ik heb een goed betaalde baan opgezegd om een vorige podcast te maken die net geen BNR Podcast Award won vanwege de brand in het landhuis. Dus, ja. Dus this is your fine. Ja. Toen heb je wel een baan opgezegd. En zoals ik een beetje in de opening zei, ja, je begint niet aan een podcast omdat je denkt dat je bankrekening vol loopt. Nee. Je doet. Nee. je maakt om een andere reden een podcast. Wat was de reden? Dit is ook de lancering van mijn schrijverscarrière. Want ik debuteerde met een thriller, De Man met 1000 Gezichten. En dat haakt dan weer in het verhaal van De Vrouw met 1000 Gezichten. In eerste instantie natuurlijk gemaakt uit liefde voor het format. Maar er zit ook een strategische reden achter, op die manier. Ja, dat je niet alleen een boek hebt, maar dat je het ook voor een podcast en daardoor nog meer bereik hebt. Het verhaal heeft veel succes.
Je hebt een baan opgezegd. Vervolgens schrijf je het boek, je maakt een podcast. Wat is je allemaal overkomen de afgelopen weken en maanden? Ja, veel. Maar de hoogtepunten zijn wel dat het boek en de podcast verkocht zijn in Engeland en 2 weken terug in Amerika. Dus dat is voor een debuut feest. Ja, dankjewel. Ik zat met Erik Dijkstra bij Bo van Erven Doris aan tafel. En met de makers van Liefde van Nu. Dat was ook heel leuk. Milestones, ja, ja, yes. Ja, het is natuurlijk... de podcast komt uit het boek. Het boek komt ergens vandaan. Ja. Het is een ongelooflijk meeslepend verhaal. Ik weet nog, toen ik begon te luisteren, dacht ik... Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in een 30 minuten verder. Nou, heel goed. Hoe? Ja, dat... Ik denk, want het is dus een fictiepodcast. Ja. Het is zo'n groot verschil met een boek, omdat je moet afvragen welk verhaal werkt alleen voor audio. En ik denk dat hier de belangrijkste plotmechaniek is: 2 mensen praten met elkaar die elkaar niet kunnen zien. En die ook niet zeker weten of ze elkaar kunnen vertrouwen. Dus eigenlijk hebben zij net zoveel informatie als de luisteraar. En ik denk dat dat is hoe je die luisteraar dan naar binnen trekt. Toch weer die spanning. Spanning, ja. Ja, ja. Heel goed. En nu heb je hem. Vandaag wel. Geef hem een ongelooflijk applaus. De vrouw met 1000 gezichten. Ja, de beste vernieuwende podcast van Nederland is dat. En ik zei het al eerder. De Dutch Podcast Awards zijn dit jaar vakprijzen geworden. Want de afgelopen jaren kwam er toch veel kritiek. Het was een beetje een beauty contest. En als je heel veel aanhang had, ja, dan won je. Maar zei dat dan iets over de kwaliteit? Er waren nogal veel in het voordeel. De podcast met een hele grote online achterban. Maar ja, er is 1 categorie waarin het publiek nog steeds een hele belangrijke stem heeft. En dat is de publieksprijs. Het concept is simpel. We rammen de stembussen 3 weken lang open en laten we stemmen. En er is ruim 25.000 keer gestemd tot ze dichtgingen. En de podcast met de meeste stemmen, die wint deze categorie. En laten we eerst eens even kijken welke 10 podcast het vaak gestemd is. En ik lees in volstrekt... willekeurige volgorde de top 10 voor. Aaf en Lies lossen het op. Ik zou zeggen wel of niet, maar ik doe het nog een keer. Aaf en Lies lossen het wel op. Geven de 5 bij autisme. Boekenstein en de Wijk. De grote podcastatlas. Blootgewoon. Moordzaken. Weer een dag. Toekomst voor natuur. De gestolen schilderijen van Jopie Huisman. En Napleiten. En dan gaan we nu kijken wat de podcast is met de meeste publiekstemmen. En de winnaar van de publieksprijs is... Moordzaken. 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 Carrie de Vossaar en Edwards van der Marel komen nu het podium op. Pas op. Heel goed. Van harte, kom hier vooral in het midden staan. Van harte, yes. Ja, dankjewel. Ja, en het is nogal een award. Ja. Jullie vermoeden het al, hè? Hoezo? Nou ja, volgens mij hoorde ik jou zeggen dat zij denkt dat jullie er gingen winnen. Oh, dat heb ik in de podcast gezegd, geloof ik. Hè? Ja. Dat heb je in de podcast gezegd, ja. Ja, natuurlijk heb ik geluisterd, ja. Maar dat was een voorgevoel? Nou, we staan hier voor de... Even de microfoon, ja. We staan hier nu voor de 3e keer. Ja, precies. De true crime categorie is eruit gevallen. Dus wij dachten, ja, nu staan we weer. En moeten we even wat extra ons best gaan doen voor de en voor stemmen. En hebben jullie extra je best gedaan? Heb je wat reuring zitten maken? Nou, we hebben heel veel trouwe luisteraars. En die volgen ons op Instagram. Dus daar hebben we wel een beetje gebruik van gemaakt. Ja. En ik denk wel goed om even te zeggen... we vertellen natuurlijk iedere 2 weken een gruwelijk verhaal. Ja. En we proberen dat zo respectvol mogelijk te doen... voor nabestaanden en slachtoffers. Maar het is al wel eerder gezegd... het is natuurlijk echt gebeurd. En het is spannend. En dat verklaart ook, denk ik, waarom mensen het toch willen luisteren.
Ja, dat laatste zeker. Welke zaken, want je bespreekt er, hè, dus eens de twee weken komen jullie uit. Want ja, er zit nogal wat werk aan om het natuurlijk ook die mooie dialoog heel te doen, veel zodat werk. Je dat op een normale manier kan, hè, tot je kan nemen als luisteraar. Zijn er zaken die je nog het meeste bijstaan als je er zoveel hebt verslagen voor een podcast? Nou, we hebben allebei dezelfde zaak die eigenlijk nog wel weken in ons hoofd doors blijft spoken. Ik weet niet of we dat moeten zeggen dan, want ik vind het toch altijd, het is natuurlijk een gruwelijk iets. En vooral voor nabestaanden, die heb je ook mee te maken. Zeker. Maar het is heel respectvol gebeurd. Daarom, en iedere zaak is natuurlijk een gruwelijke zaak. Maar er is één zaak, die laat je gewoon niet los. En dat is wel, je moet gewoon een twee weken door met een volgende. Maar dat is best wel iets wat in je hoofd blijft spoken. En wat dan? Is dat een detail? Is dat... Het hele onvoorziene, dus dit gaat dan, dan vertel ik toch een beetje waarschijnlijk, maar geen geheimen. Nee, het gaat over een man die zijn eigen vrouw en kinderen vermoordt. En dat is iets, dit kan iedereen overkomen. Je ligt in je bed, je denkt dat je veilig in huis bent. Ja, kijk uit vanavond, maar goed. Het is het angstaanjagende van de avond. Blijft u blijven als u luistert op BNR Nieuwsradio, ja? De meeste moorden gebeuren door mensen die je kent, door bekenden. Dus dat is toch wel iets wat we willen zeggen. Ja. Dus je bent niet helemaal veilig, tenzij je alleen maar lieve vrienden hebt. Dat scheelt. Dat heb ik, ja. Ja. Je wordt er een beetje zenuwachtig van, hè? Nou ja, dit klinkt meer als een aankondiging van een gewis moment wat je te wachten staat. Weten jullie hoeveel luisteraars je gemiddeld trekt, zeg maar? Elke aflevering wordt door ongeveer 200.000 mensen geluisterd. En we hebben net gisteren de 15 miljoenste download gehad. Daar waren we zelf wel trots op. Ja. En we doen het ook samen. Dat is misschien wel. We zien hele teams hier op het podium staan, hele redacties. Maar ja, dit is de redactie. Ja. Dit is het editen. We nemen het op bij mij of bij Carrie thuis. We moeten eigenlijk onze EGA's bedanken die één keer in de twee weken de keuken opofferen. En onze kinderen. En daar staan ze kijken vast mee. Ja. Ja, ja. Nou, hier zit er eentje. Ze zitten één hier. Kijk, ja, heel goed. Vooraan. Ja. Maar we moeten die mensen zeker bedanken. Want die maken het mogelijk dat wij eigenlijk een huisstudio hebben. En wat is het geheim dat er 200.000 en miljoenen mensen streams downloaden? Ja, ik denk toch het aan de keukentafel zitten. Het gewoon het hele authentieke. Mensen hebben het gevoel dat ze bij ons aan de tafel zitten. En het is allemaal niet zo heel gelikt. We doen het met z'n tweetjes. Dus af en toe een blaffende hond op de achtergrond. Het kan allemaal. En ik denk dat dat juist de charme is van de podcast. En intussen de meest spannende verhalen. Tussen de gruwelijke verhalen, ja. En de publieksprijs 2023. Van harte gefeliciteerd. Ja, moordzaken, dankjewel. Dames en heren. Jawel. Dankjewel. Daar komt het certificaat op. Carine Voshaar en Edward van der Marel van de podcast Moordzaken. De winnaar van de eerste publieksprijs van de Dutch Podcast Awards. Want ja, het is nu een vakjury geworden. En dan gaan we naar de volgende categorie. En dan gaan we naar de categorie fictie. De genomineerden in de categorie fictie zijn... De Heiger. De Vrouw met 1000 Gezichten. Donkerslag. Kater. Nakazaki. Ja, De Vrouw met de 1000 Gezichten, al eerder genoemd. Nakazaki. Al eerder genoemd, Kater. Tijdens hun vakantie woont Teddy in het huis van haar oppasfamilie. En samen met haar vriendin Chloe geeft ze er stiekem een feest. Maar uiteraard loopt dat feest volledig uit de hand. De dag na het feest wordt Chloe doodgevonden in het bos. Stansteegs, VBK Audiolab en WPP. Donkerslag, een vijfdelig audiodrama waarin de bijna blinde conservatoriumstudente Noor ervan overtuigd raakt dat haar plotseling verdwenen vriend Kai in gevaar is. In haar reis om hem te vinden komt ze erachter dat de schijn uiteraard bedriegt. Stories on Sound te makers en De Heiger. Frida heeft haar straatvrees, durft de deur niet uit en het enige lijntje naar de buitenwereld is haar telefoon. Maar wat nu als die telefoon nu ineens wordt bezeten door een heiger? Karin van der Meer en Hanneke Hendricks. Dan gaan we naar de winnaar in deze categorie. En de winnaar is Donkerslag. Watch me. Van harte. Gefeliciteerd. En daar komt hij, de Podcast Award in de categorie fictie. En
mijn stomheid geslagen, lijkt het nou, wel. Nou ja, ja, ja. Iets dichter nog? Ja. We waren ook genomineerd voor de Prix Europa. Die hebben we niet gewonnen. Dus dit is al heel erg fijn dat het wel is gelukt, hè jongens? Ja. Godtomme. De jury zegt het is een scenario. Het is een scenario dat je vanaf het begin meeneemt op reis. Een mooie variatie van scènes en locaties. Sterk verzonnen. Ook sterk gespeelde karakters. Modern, eigen tijds. Eline, hoofdrol. Heer. Een unieke fictiepodcast van ongekend hoge kwaliteit. Zowel qua scenario als qua sounddesign als acteerwerk. Wow. Ja, ja. En dit is de regisseur. En Eline speelt de hoofdrol samen met, ja, moet ik toch even zeggen hoor, met Lorena Deurnholtz. Die zingt. Ja, het is een bijna blinde conservatoriumstudent en een plotseling verdwenen vriend. Kom je erop? Ja, hè? Ja, ik ben de schrijver en de producent. Ja, hoe kom je erop? Daar kan ik wel iets leuks over vertellen. Ja. Want we hebben een podcastserie gemaakt die heel erg goed in de smaak... ook fictie die goed in de smaak viel bij blinden en slechtzienden. Okay. En toen dacht ik, wat gek dat er nooit een podcast is gemaakt met iemand die slecht kan zien in de hoofdrol. Ja. En dan? Dus daar, ja, toen werd het idee geboren. En toen dacht ik, ja, dan wil ik niet dat het alleen over fysiek niet zien gaat, maar ook over metaforisch niet zien. Dat we bepaalde kanten van de ander niet zien. Nou ja, en dan bouw je verder. En dan heb je ineens een script van 5 afleveringen. Ja, ja. En bied je dat dan vervolgens ergens aan? Of wist je meteen, nee, dit wil ik gewoon samen met L1? Ik bedoel, hoe ja, is dat? Nee, op verschillende plekken aangeboden. Maar ik wist wel vrij snel, het moet in het zuiden van het land plaatsvinden. Want ik wilde een oude stad met een conservatorium. Want het meisje zit op het conservatorium. En er al een aantal steden af. Ja, en België. Ik wilde dat het over grenzen ging. Dus het moest, ja, het is allemaal over nagedacht. Dus je moest een moest een grensstad hebben. En, want een van de karakters is ook Vlaams. En wat was de vraag ook weer? Dat heb ik kwijt. Had je wel een vraag, hè? Nee. Nee. Je bent was gewoon een monoloog. Ja. Maar er hoeft ook niet per se een einddaad te komen. Nee, ik was gewoon benieuwd als je dit zeg maar maakt en je biedt het aan waarom je het dan bij L1 maakt en oh, ja. Waarom niet in ja, eigen nee, beheer. En toen, ja, verschillende plekken aangeboden. En toen dacht ik, ja, Maastricht, ik ga eens bellen met L1. En ah, ja? Leo Hoube van L1, toen nog de hoofdredacteur, die zei, nou, kom maar praten. De dag daarna. Ik was toevallig voor research in Maastricht. En toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk hartstikke interessant. Ik doe mee. En dan gaat het balletje rollen. Ja. En 12 fondsen verder staan we hier. En is fictie een makkelijk of een moeilijk genre in de podcastwereld? Als je dat... Het is een... om te financieren of om te schrijven? Allebei. Het is een moeilijk genre. Maar vervolgens moet je het nog aan de man brengen. Moet je het financieren? Ja. Zit er een verdienmodel aan bijvoorbeeld? Nee. Ja. Nee, alles met fondsen aan elkaar geknoopt. Maar wat wel leuk is, ik was dus bij de Prix Europa en daar was de Noorse radio ineens geïnteresseerd. Dus wie weet, jongens. Nee hoor, dat is allemaal gekkigheid. Want oh ja. Die, ja, hoor je vervolgens waarschijnlijk nooit meer iets van. Formats verkopen, daar ja. Is iemand heel groot mee geworden. Ja, dat stad. Zou ja. Leuk zijn als ze dan vervolgens ook echt over de brug zouden komen, maar... Dat is maar de vraag. Je hebt in ieder geval een Nederlandse bekroning. Ja. Voor een prachtig product. Ja. Groot applaus. Ja, dankjewel. Ja, Donkerslag dus. Winnaar van de categorie fictie. En alle winnaars mogen na afloop natuurlijk nog op het podium. Ja, Nicole, gefeliciteerd. Tijd voor de volgende categorie alweer. En we gaan naar de chatcast. Vermaak hebben we gehad, dus nu informatief. De genomineerden in de categorie Chatcast Informatief zijn... Alle geschiedenis ooit. Petrolheads. Bureau Sportpodcast. De Communicado's. Napleiten. Napleiten. Advocaten en officieren van justitie die geven een bijzonder inkijkje in geruchtmakende strafprocessen met Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra. Bureau Sport Podcast. De terugblik op het afgelopen sportweekend. Vooruitblik op wat er op sportief gebied komen gaat. Erik Dijkstra, Frank Evenblij en Britt de Rooij. BNR Petrolheads. Het laatste autonieuws. Zolang dat maar niet al te groen en salonveeig wordt. Gemaakt door Bas van Werven en Carlo Brandsen. De Communicado's.
Een duik in de wereld van media, politiek, communicatie en het ontspinnen van. Van trends en ontwikkelingen in medialand tot het ontleden van een politieke toespraak of spraakmakende PR-strategieën. Makers Victor Vlam en Lars Duursma, en die hoorden wij zojuist. Alle geschiedenis ooit. De beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Heel divers. Van de oude Grieken naar de LPF. Van de dino's naar Greet Hofmans en alles wat ertussen zit. Nienke de Jong, Arco Gnocchi en Thomas Aalmoes zijn de makers daarvan. Ja, en je zou ze toch allemaal een podcast award willen geven. Maar de winnaar is... En de winnaar is... Napleiten. Van harte. Van harte. Van harte gefeliciteerd. Nou, daar gaan we dan. Daar is hij dan. Ja. Podcast Award. De jury heeft het over een sterke inhoudelijke podcast. Terwijl daar een groepstuk komt. Met verhalen die normaal gesproken nooit naar boven komen. Het luistert fijn weg. En je krijgt na het luisteren van één aflevering zin om meer te consumeren. Oh. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk een genre wat ook wel lastig is, lijkt me. Want je behandelt iets en ik bedoel alleen al de regels van de advocatuur om dingen te mogen doen. En vervolgens begeef je je nog meer in het strafrecht. Dus je mag misschien niet alles. Hoe happig zijn advocaten doorgaans op een uitnodiging van jou? Van jullie? Van Lauren eigenlijk. Maar we krijgen ook wel gewoon mensen die zichzelf aanmelden. Inmiddels. Dat zijn echt niet alleen advocaten, hoor. Nee. Inmiddels willen heel veel mensen bij ons te gast zijn. En dat is wel leuk. En hoe komt dat? Ik denk dat het komt doordat ze eigenlijk over hun vak kunnen praten en over wat hen heeft bewogen. En daarbij denk ik ook dat het soms wel zo is dat we best wel veel luisteraars hebben en dat mensen het mooi vinden om daar... Toch wel, ja. Sommige advocaten zo hun winkeltje te verkopen. Ik had het net in de podcast, bij de podcast Moordzaken ook al gezegd. Hè? Je behandelt natuurlijk heel veel verschillende zaken, ook bij jullie. Soms mag niet alles verteld worden. Soms worden wat details gedeeld die nog niet eerder gedeeld zijn. Ja. Welke staan jullie nog het meest bij? En dat mag ook een afwijkend antwoord zijn. Oh, nou, begin jij, Chris. Ik moet zeggen, ik vind de uitzending... We hebben natuurlijk heel veel advocaten gehad, ook al vorig jaar. En dit jaar hebben we ook wat meer officieren gehad en rechters. En, we hebben deskundigen op het gebied van onheffen. Ja, Sean Pell, de Verenigde Staten Sjur. Maar we hebben bijvoorbeeld dit jaar Frans Badouin gehad. Dat is de rechter die de voorzitter was in de zaak van Volks van de G. De moordenaar van Pim Fortuyn. Sowieso een boeiende zaak. Hè, hoe dat vanuit de rechtsprekende macht is beleefd. Maar wat ik daar mooi aan vond, is dat hij heel mooi omschreef hoe zeg maar, daar het kantelde. Hoe zeg maar, de publieke opinie en de media en de samenleving zich eigenlijk... kritisch ging opstellen ten opzichte van zo'n rechtbank. Ja, omdat die zaak natuurlijk zo maatschappelijk leefde. En dat hij daar ook voor het eerst echt last van kreeg... als hij rondreed in Amsterdam. Hè, dat, dat mensen achter hem aangingen of niet gingen naschreeuwen. En dat vond ik een goede aflevering, waarom dat voor mij tekenend is... waar we een beetje in zitten sindsdien. Hè, ook in de rechtspraak is dat... Er staat zo zeg maar, in de aandacht en de belangstelling... maar iedereen heeft er ook een mening over... En soms geen goede mening of een ongeïnformeerde mening... waardoor rechters die we heel erg nodig hebben last krijgen. En de cirkeltje is dan rond, vind ik, als wij... en dat is toch eigenlijk onze kerndoel bij deze podcast... als we het recht een beetje kunnen uitleggen, een beetje kunnen duiden... een beetje kunnen nuanceren aan de hand van een mooi verhaal. En jij bekijkt vanuit jouw vakgebied ook... Wouter, jij bent journalist. Zeker. Hoe benader jij dan? Wat is dan voor jou de belangrijkste vraag als je zo'n zaak behandelt? Nou, wat is er gebeurd en wat zijn jullie afwegingen geweest in zo'n zaak? Maar bijvoorbeeld als je... Chris vertelde net dat die aflevering met Frans Baudouin hem is bijgebleven. Ik vond het wel een van de mooiere afleveringen. Vond ik dus die met Sean Pell, forensisch rechercheur. Ja. Die eigenlijk gewoon vanuit... zijn vakgebied vertelde van... Nou, ik kom op de plek waar Tristan van der Vlis... in een winkelcentrum een verschrikkelijke schietpartij heeft aangericht. En wat gebeurt er dan met iemand, met zo'n agent... die ik normaal gesproken als journalist sta ik achter het lint... en zie ik allemaal mensen rondlopen... en dan heb ik niet echt een idee van wat gaat er door zo iemand heen. En dat vond ik daarom een hele mooie aflevering. Dus jij komt en daardoor wij ook op plekken waar je normaal nooit komt? Zeker. Ja. Toch nog even, want de dames staan erbij. Waar zijn de dames in het team voor verantwoordelijk? Nou ja, we hebben Romy die gewoon alles regelt voor ons. En de planning en alles. En we hebben Lauren die sinds kort, sinds een half jaar alweer, onze directrice is.
En sindsdien zitten wij veel ontspannender in de wedstrijd. Omdat ze alles goed voorbereid. Ja, het wordt altijd gedaan door een team. Ja. En met z'n vieren, groot applaus, de winnaars. Naplijven, dames en heren. En ze krijgen nog een certificaat. In de chatcast informatief. Dan gaan wij door naar de volgende categorie alweer. Nog drie categorieën te gaan. En eerst is het tijd, het woord is al een paar keer gevallen vanavond. Sound design. De genomineerden in de categorie sound design zijn... Boven water. De rampnacht. De vrouw met 1000 gezichten. Koffer 23. Nagasaki. Ja, de vrouw met de 1000 gezichten al eerder gehoord. Nagasaki eerder gehoord. Koffer 23 eerder gehoord. De rampnacht van de 12-jarige Janna. En de podcast Boven Water. In deze zesdelige serie onderzoeken Floor Boon en Maarten Tallinga welke klimaatscenario's voor de komende decennia realistisch zijn. Dan gaan we luisteren wie er met de award vandoor gaat. En de winnaar is... Koffer 23. Ja, komt-ie. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ruben. Hallo. Ruben Dekker. Ja, dat klopt. Maakt het geluidsontwerp, geproduceerd door Tony Media... en opdracht van de Nationale Postcode Loterij, mag ik natuurlijk wel even zeggen. Muziek van Ruben Dekker, Raymond van der Laar, Tom van der Lingen en Milo Tomasovic. De jury zegt er het volgende over. Het sound design zorgt ervoor dat de podcast een feest is om naar te luisteren. De ruimtelijke geluidseffecten herken ik ook inderdaad. Dan sta je ineens in een hal en je hoort direct dat je in een grote hal staat. De mooie, iets wat bombastische eindtune en de spannende achtergrondtonen... prikkelen de verbeelding dat er zelfs grapjes worden gemaakt via het sound design... Nice, is een kers op de taart. Ja, en jullie zijn dus ook al winnaar in de categorie Brand Story. Wat is nou de kern van een goed sound design? Nou, wat wel leuk is aan sound design is dat je natuurlijk neppe verhalen echt kan maken. En we hebben dus een scenario dat wordt geschreven. En dan hebben we een regisseur in de studio en dan hebben we acteurs. En Koffer 23 speelt zich af in een kasteel. En dat moet natuurlijk helemaal gemaakt worden in sound design. Want er is geen echt kasteel. Dus we moeten dat aankleden met atmosferen, met effecten, met geluid en muziek. Ja. En dat alles bij elkaar is sound design. Ja, nee, dat is een goede omschrijving van het sound design. Ja, maar je vraag is... kijk, het is natuurlijk een vak. Want heel veel mensen hier zijn ook audiomaker. Ja. Ja, en ik kan ook met mijn telefoon mijn voetstappen laten horen. En dan loop ik... dat soort... Toch clichés, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ben je dan af? Bij jou? Nee. Maar je moet denk ik wel keuzes maken wat interessant is. Dus je kan alles wel laten horen. Maar als het niet interessant is voor de luisteraar... moet je toch soms dingen ook weer wat zachter zetten of laten vallen. Ja, het is een beetje een spel. En in hoeverre weet jij van tevoren al heel erg... net zoals net horen we Nicole, ik moet naar België. Waarom weet niemand, maar zij wilde naar België. Ja, nou, dat is het leuke natuurlijk aan sound design... is dat je dus een podcast kan hebben die zich in België afspeelt... maar dat hoeft je niet in België op te nemen. Maar ik wil wel horen dat je in België bent. Juist. Ja, dus dat gebruik je dus met atmosferen en aankleding... kan je dan toch lijken alsof je daar bent. Zeker was met Koffer 23 was dat natuurlijk wel het geval. Ja, klinkt wel als een feestje om te maken ook. Heel leuk, ja. En het is ook heel veel gepriegel met kleine plugins... en van alles om te maken wat het is. Maar dat is ook wel heel leuk eraan. Een ode aan de sound designers en gefeliciteerd aan jou. En dankjewel. Het team met de podcast. Dankjewel. Ruben. Certificaat. Koffer 23 wint de award voor het beste sound design. Ja, Carlijn, dan gaan we weer even naar jou. Toch even wat contact met de zaal. En we gaan volgens mij naar Lieke. Lieke Markhorst van Dag en Nacht Media. Ja, zeker. Hoofdredacteur van Dag en Nacht Media. Een van de grotere podcast-uitgevers van ons land... Inmiddels overgenomen door Podimo. Klopt. Ja. Deze vraag moet natuurlijk even gesteld worden. Waar heb je op gelet als jurylid dit jaar? Op heel veel natuurlijk. Ik vond het echt een eer en heel erg leuk om te doen. Want je komt echt een keer uit je podcastbubbel. Want we hebben ook allemaal een podcastbubbel. Maar wat ik eigenlijk heb gedaan is altijd blind geluisterd. Dus gewoon gestart en gekeken of in ieder geval de eerste 5 minuten me pakte. Want het is altijd heel erg belangrijk.
En dan daarna gewoon een paar aantekeningen maken en verder luisteren. Oké, ja, je bent zelf natuurlijk ook elke dag zo'n beetje bezig met podcasts. Ben je nog verrast door een van de producties? Ja, ik moet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was de verrassing voor mij van het jaar toch Carissina Lina. Waarom? Nou, omdat ik denk dat veel mensen, en ik zelf daar ook bij, dachten, ja, de twee bekendste actrices van Nederland gaan ook een podcast maken. Wat moet er van komen? En ik vind echt dat zij het heel knap doen en heel goed zijn in, met heel veel humor, heel veel zelfspot, maar ook heel veel kwetsbaarheid. Een podcast maken waar heel veel mensen naar luisteren, waar heel veel mensen ook iets aan hebben. En dat is niet een gegeven voor een BNR-podcast. Dus dat vind ik erg knap. Ben je ook jezelf gaan abonneren op podcast na het luisteren van zoveel mooie producties? Ja, zeker. Ja. Heb je daar tijd voor überhaupt nog? Ik heb weinig tv-series gekeken de afgelopen tijd. Het was voornamelijk podcast luisteren. Maar dat vind ik ook erg leuk. Ja. Mooi zo. Zitten er nog dag en nacht media producties aan te komen die volgend jaar hier op het podium horen volgens jou? Ja, denk ik wel. Een luistertip alvast? Nou, een luistertip zeker. Sarah de Monchy heeft net gewonnen met Sarah's Mysteries. Maar ze heeft nu ook een hele mooie serie op Podimo voor volwassenen. Dus die wil ik heel graag tippen. Die heet Ik wil je nog iets vragen. En verder, ja, wij zijn bij dag en nacht ook altijd best wel van links op het spectrum, rechts op het spectrum. Dus we zijn ook bijvoorbeeld met bankzitters, met hele grote YouTubers bezig met een nieuwe podcastserie. Maar ik ben ook heel blij dat we binnenkort met een eerste interviewserie gaan komen op Podimo met Dortje Smithuizen van voorheen Schaamteloos Randstedelijk. Dus, leuk, ja. Nieuwe categorie volgend jaar dus. Zeker, zeker. Dankjewel, Lieke. Dankjewel, Lieke. Dankjewel, Carlijn. Hoe is het in de zaal? Ja, we hebben nog twee hele belangrijke te gaan. De beste podcast van Nederland, maar voordat het zover is. Een categorie waarin niet de podcast, maar de maker centraal staat. Namelijk de categorie beste host. De genomineerden in de categorie host zijn... Joost Swinkels, Liefs Papa Piet. Maarten Dallinga, Niet van de Wereld. Mark-Marie Huibrecht, Mark-Marie en Isa vinden iets. Quinty Missijan, Bims. Sam van Raalte, De Ondergrond. Poeh. Ja, Niet van de Wereld, Maarten Dallinga. Hij dook maandenlang in de wereld van reformatorische christenen. Joost Swinkels, Liefs Papa Piet. Toen Joost 5 jaar oud was, verloor hij zijn vader aan de gevolgen van leukemie. En hierdoor heeft hij zijn vader nooit echt goed gekend. En Joost gaat op zoektocht. Wie was zijn vader? Quinty Missijan. In deze podcast schijnen Quinty Missijan, Sandoz El Amadi en Edson de Graça, alle opgegroeid in de Bijlmer, hun licht op alledaagse zaken. Mark-Marie en Isa Hoes, Mark-Marie Huibrecht en Isa Hoes, vinden iets over alledaagse zaken, waarin de gewone man of vrouw zich zelden afvraagt of hij er überhaupt een mening over heeft. Nou, daarna naar het luisteren wel. Van bakfiets tot airfryer en alles daartussenin. En Sam van Raalte, De Ondergrond, bestaat uit 7 verschillende verhalen, verteld in 8 afleveringen, van een ketamine-experiment in Leiden tot een mysterieus Koreaans museum in Den Haag. En dan moet je als jury daar een keuze uit maken. En dat is gelukt. We gaan naar de winnaar. En de winnaar is Maarten Dallinga. Beste host. Wow. Ja. Moet ik het overnemen nu? Misschien nou, nee. Ja. Grapje. Had je wel het begin moeten doen. Je bent bijna klaar. Nee, je doet het echt. Wacht even. Zeggen. Ja? Applaus voor jou. Dankjewel. Echt heel goed. Ik zal nog even zeggen wat de jury zei over de podcast en over jou. Maarten pakt meteen je hand en neemt je mee op zijn reis langs op het eerste gezicht alledaagse situaties om je gaandeweg de diepere laag te tonen. Hij is een maker met oog voor verborgen verhalen en heeft het talent om dicht bij de personages te komen. Hij creëert een serene rust waarbij sfeer, dynamiek en waarheidsvinding volledig in balans zijn. Wauw. Ja, het is bijna poëzie, joh. Je deed onderzoek naar de Bijbelbelt. Ja. Je bent zelf opgegroeid, niet in de Bijbelbelt, maar misschien wel in een christelijk gezin.
Ja, maar ja, niet reformatorisch. Jij zei dat eerder, van misschien dat hij inderdaad ook wel zelf... Nee, vertel. En dat snap ik hoor, dat vroegen veel mensen. Nee, ik kom uit een gereformeerd gezin. PKN, misschien kennen sommige mensen dat. Dan, ja, dat heel doorsnee christelijk eigenlijk. Ja. Niet zo streng als... PKN met, is een beetje... Kerk Nederlands, ja. Een beetje, ja. Strenge mensen zeggen dan, dat zijn protestanten op fietsen, zeg maar, ja. Ja. Ja, dus en dat kan niet natuurlijk echt. Niet. Nee, precies. Was dat de drive ook om... Zat daar ook een drive in om dit te maken? Om het verhaal te vertellen? Wel een beetje. Ik denk dat ik de laatste jaren steeds meer bezig ben met zingeving. Ik was christelijk, ben van mijn geloof gevallen toen ik bij de EO werkte. Vind ik altijd een leuke anekdote. Je bent niet de enige, maar ga door. Ook zelf? Nee, dat hoor ik van meerdere. Als ze bij de EO gaan werken. Ja, dat ze dan daarna... Ja, dat is ook interessant, maar goed. Ik weet niet hoe het met Arie Boomsma zit eigenlijk. Ik weet het ook niet. Nee. Maar goed, in elk geval, zingeving is een thema dat mij veel bezighoudt. Ik ben ook net religiewetenschappen gaan studeren. En daar gaat het over. Dit zijn ook mensen die een hele bijzondere subcultuur vormen met elkaar... intrigerend vind ik. Het gaat om een groep waar veel vooroordelen over zijn. Ook in de coronaperiode. Sommige mensen weten het misschien nog wel. Verslaggevers die werden aangevallen bij kerken die toch open gingen. En de rode draad in mijn werk is subculturen en vooroordelen over de ander. En dit is niet een verhaal alleen maar over deze revo's. Dat is trouwens geen scheldwoord. Het is veel breder een verhaal, denk ik, over hoe je verhoudt tot de ander. En ik hoop dat de mensen die dit luisteren, en op basis van de reacties denk ik ook dat dat zo is, dat het, dat het ook wel tot nadenken stemt. Maar dan is het natuurlijk de kunst om niet belerend te worden of moralistisch. En, ik vind dit een hele mooie prijs, dus een mooie bevestiging. Je bent het niet gaan maken om je gram te halen of om... heel kritisch al die mensen aan de tand te geven. Je wil juist hun verhaal ook wel vertellen. Ik wilde vooral, wat ik vind dat het te vaak gebeurt als journalisten of makers zich verdiepen in de ander, dat dat heel oppervlakkig gebeurt en dat ze veel te veel hun vooroordelen meenemen. En ik probeerde heel erg, telkens als ik ergens naartoe ging, te bedenken op de OV-fiets of wandelend daar naartoe. Maar ik moet nu, als ik zo meteen het gesprek inga, moet ik proberen al die vooroordelen gewoon even opzij te schuiven. Corine Kolen zei daar ook al iets over. Het gaat over je echt verbinden met de ander. En dat kan alleen maar als je je aannames even loslaat. Oprecht geïnteresseerd bent in die ander. Is er nou iets wat je zelf, vast wel, wat je nog bijstaat... dat je zelf niet wist of een inzicht dat je hebt opgedaan... doordat je je zo verdiept hebt in deze groep... die jij zelf ook niet helemaal kende? Nee, zeker niet. Nee. Er zijn ook revo's met een televisie. Dat wist ik niet. Ik had toch ook een beetje het vooroordeel dat het toch vaak wel... of bijna altijd zwarte kousen mensen waren. Maar dat is niet zo. Okay. Er zijn ook mensen bij die eruit zien zoals jullie. Misschien zit er wel een revo in de zaal, geen idee. En wat me ook wel bijblijft is dat in revogezinnen al op hele jonge leeftijd kinderen alles over dat geloof meekrijgen. Het staat zo centraal. De dag begint en eindigt ermee. Zondag 2 keer naar de kerk. Juliana, meisje van 9, ik fietste met haar. We gingen een ijsje halen. De opname liep tijdens het fietsen en zij begon over de hel. En zij zei, het is niet zo leuk als je in de hel komt. Het is toch heel belangrijk dat je gelooft. En dat maakte echt veel indruk op mij. Kan ik me alles bij voorstellen. Ik zou er nog veel meer vragen over willen stellen. Maar de oproep is natuurlijk helder. Luister vooral naar een podcast. En er komt een vervolg. Niet een podcast, maar waarschijnlijk een soort van theatertour. En misschien een boek. Maar tijd. World Domination. Maarten Dallinga. En dan zijn we nu aangekomen bij de beste podcast van Nederland. Uit 13 categorie winnaars die vanavond al het podium hebben betreden, heeft de jury de nummer 1 gekozen. En dat is gedaan op dezelfde manier waarop de Oscars worden uitgereikt. Is toch interessant om even te vertellen. Wil je nou meer daarover weten, ga ik u niet allemaal vertellen, maar op podcastawards.nl kun je veel meer daarover lezen. Hoe ging het de afgelopen jaar? In 2018, de podcast Bob was de beste podcast voor Nederland. Toen gingen we naar 2019, de brand in het landhuis. 2020, de plantage van onze voorouders. Toen, in 2021, werd de award voor de Deventer Mediazaak gewonnen. En vorig jaar Achter gesloten deuren. En graag roep ik nu naar voren, namens de jury, groot applaus voor Mischa Blok.
krijgt van mij... Ja, toch ook Miss Podcast, hè? Wordt, mooie titel, toch? Hele mooi. Ja. Nou ja, zeker op zo'n avond als vanavond. Zonder het nou meteen te verklappen. Waar let je nu op? Want het leek me alleen al bij het kijken naar de nominatie dacht ik... wat ongelooflijk moeilijk. Waar let je nu op als jury? Op verschillende dingen. Maar het is natuurlijk... Als je erover nadenkt, is het appels met peren vergelijken. Maar je probeert wel iedere fruitsoort in die fruitschaal op eigen waarde te schatten. En dat kost tijd. Ja. En daar hebben we heel veel tijd aan besteed als jury zijnde. En met heel veel plezier hebben we geluisterd. En ja, als ik zo de winnaars voorbij zie komen, dan voelt dat goed. Ja, ik kan me voorstellen dat je zelf ook verrast rijdt. Want ik kan me namelijk niet voorstellen dat je van alle categorieën... van fictie tot kind tot sound, dat je ze allemaal al kende. Dus je bent zelf ook verrast. Ja, zeker. Ja. Ik zal er twee noemen. Bijvoorbeeld Metal Health was ik door verrast. Over mentale gezondheid in de muziekindustrie. En fantastische filmlocaties. Over de verhalen achter de filmlocaties van films. Nou ja, dat bedenk je toch niet van tevoren dat daar een podcast aan gewijd wordt. Nee. Maar ontzettend leuk om naar te luisteren. Ja. Ben jij er klaar voor? Dan gaan we kijken, dames en heren, naar het scherm. De beste podcast van dit jaar. En de winnaar in de categorie Beste Podcast is geworden... Napleiten. De beste podcast 2023. Napleiten. Gefeliciteerd. Van harte. Jij deze maar. Okay. Ja, volgens mij... Nisha, ik heb hier een juryrapport. Ik ben zo blij dat jij dat nu dit ga ik voorlezen. Ja. Napleiten werpt een uniek licht op strafprocessen... waarbij belangrijke afwegingen vanuit verschillende perspectieven worden belicht. De podcast is inhoudelijk, heeft sterke gasten... en behandelt interessante zaken, al bekend of nog onbekend. En bovendien is de podcast op geen moment sensatiebelust... wat in dit genre niet altijd vanzelfsprekend is. Er zitten slimme formatelementen in, zoals het belletje... waardoor het altijd begrijpelijk blijft voor niet-juridische luisteraars. En het feit dat de uiteindelijke uitspraak vaak pas aan het einde van de aflevering wordt gedeeld... wat dient als cliffhanger. Ja, dat belletje inderdaad, wat soms wel twee keer in een minuut... omdat het zo juridisch jargon is. Ja, maar Wout vindt het ook leuk, hoor, om dat belletje te gebruiken. Ja. Nou, het helpt de luisteraar wel, denk ik. Ja, zijn jullie verrast? Nou ja, we zijn echt best wel heel erg verrast. enerzijds, omdat we... Kijk, Wout gaat hier naartoe, die wil echt winnen. En ik ga hier naartoe, denk ik, nou, het zal wel, maar ze winnen leuk. Maar gaandeweg denk je, nou, ik wil hem toch wel winnen. Maar toen wonnen we natuurlijk onze categorie. En ik wist eerlijk gezegd niet eens dat wij hier nog voor konden winnen. Dus we zijn dus heel... die hele zaal denkt, nou ja, hè, dan kunnen we, dat dacht jij, ja, nee, nu is het voorbij. Dat er al genomineerden waren, dus ja, nee, we zijn enorm verrast. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, maar ik kan heel lang praten. Wat ga ik niet doen? Nee, ik ga ook niet te lang meer praten. Korte break van de podcast. Jullie komen december, weer terug, toch? 1 december zijn we weer terug. Sorry? Korty Media, moet ik ook nog roepen. Oh ja, ja, ja. Maar goed, ja, heel goed. Ja. Ik wil even de mensen bedanken. Robin van Korty Media. Lauren, uiteraard onze retrice, Roy en Sanne. En nou ja, Wouter en ik, ja. Nee, maar het is geweldig. En Mark Adriani. En Mark Adriani van BNR. Nou hebben we toch een beetje een bedankspeech geworden. Nou. En de luisteraars natuurlijk. Want jullie zijn de beste podcast van Nederland. Napleiten. Dankjewel. Ja. En daar komt nog een... daar komt hij. Voor de huiskamer, voor de socials. En dames en heren, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, de makers. Maar mag ik ook een ongelooflijk applaus? En Misha staat nog op het podium, maar alle juryleden van de Dutch Podcast Awards. Ongelooflijk goed gedaan. Dank jullie wel. En dames en heren, wij gaan bijna afsluiten hier. We gaan voor de mensen hier in de zaal een borrel drinken. Bedankt voor het luisteren op BNR Nieuwsradio of hier via de livestream. Tegen alle genomineerden wil ik zeggen, beneden, waar ook de bar is.